afgelopen jaar gestald in Frankrijk. De voorbereiding al een keer op de link. Marcos Lopez is voor die vacature onderweg. De San Jose Earthquakes. Ja, opzichtig. De duw in de rug van Dilrosun door Witek Grinjemmers. Gratis naar de Domstad en uiteindelijk voor 8,5 miljoen naar Rotterdam. Als Dilrosun hier weg is. Maar op volle snelheid is het lastig om er iets van te maken. In september dus ervoor staan. Binnen door. Dilrosun bedient. Dilrosun met de mogelijkheid en de bal op de paal. Dilrosun dicht bij zijn eerste goal voor Feyenoord. Die afstemming achterin bij Vitesse ook niet optimaal natuurlijk. Al Geertruida hier de corner binnenhaalt. Dilrosun gaat op de bal staan. Raakt hem ook in tweede instantie. Bal erover door Uisnes. Richting de tweede paal, richting Dilrosun, die hem eerst moet binnenhouden en controleren. Dan is Pedersen aangesloten. Dilrosun. Goed gevoetbald door. Versnelling van Dilrosun op de eerste meters. In ieder geval wat rapper. Zit er kort op, heel kort op. En heeft de bal weer terug met Dilrosun. En valt nu met behoorlijk wat mensen aan. Dilrosun gevloerd. En hier komt de eerste gele kaart van de wedstrijd. En die is voor Tronstad. Veelbelovende aanval. Een halt toegeroepen. En dus geel. Voor de 26 is het wel. Dilrosun in de Vitesse muur. Dilrosun. Rasmussen probeert te verlengen. Bal komt nog uit. Bij Dilrosun. Dilrosun naar zijn linker. Nu kan hij het proberen. Maar knalt hij op de rebalen Frederiksen. Is het druk voor de neus van Houwen. Durft hij hem niet te vangen. En dus houdt Feyenoord de druk erop met Dilrosun. Vitesse kan door met Cornelissen. Cornelissen. Dat past net niet, hè? Daar waren drie doelman houden. Dus Dilrosun verdediger, maar dat is hij natuurlijk helemaal niet. Schat dat niet goed in, Dilrosun. Met Baden Frederiksen in de buurt. Dilrosun. Dilrosun. Oh, wat een goal van Dilrosun. En zo komt Feyenoord op werkelijk schitterende wijze op 3-2. Heerlijke partij voetbal in Arnhem. Was er al dichtbij in de eerste helft met een poging op de paal. En nu lepelt hij hem in de verre hoek. Schitterend gedaan. Moeten we nog een minimaal voorbehoud maken? Dilrosun ziet de beweging bij Szymanski, die Rasmussen. Dilrosun. Idrissi houdt het heel breed daar aan de linkerkant. Torsta. Dilrosun, ja, knappe controle. Uithalen gelijk erachteraan, maar dit keer laat de doelman zich niet verrassen. Zo hebben de debutanten hun bijdrage is wel geleverd vandaag. Szymanski assist, Dilrosun.